Lange wachttijden voor huurwoningen, overbiedingen bij al onbetaalbare koopwoningen. Het is moeilijk om tegenwoordig een eigen huis te vinden. Er is een woningtekort. En wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand? Hoewel het woningtekort voor heel Nederland geldt, is de opgave en uitdaging in Zuid-Holland misschien wel het grootst. Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Met ruim 3,8 miljoen inwoners op een oppervlakte van zo'n 3300 vierkante kilometer wonen hier 6 keer meer inwoners per vierkante kilometer dan in een provincie als Friesland. En met zoveel mensen op een klein oppervlak ontstaan nieuwe, complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, stikstof, energievoorzieningen, drukte op de weg, lange files, een overvol openbaar vervoernet, net genoeg schoon drinkwater en ga zo maar door. En er komt nog eens bij dat het aantal inwoners de komende jaren alleen maar verder zal groeien. Er moet dus iets gebeuren. Maar voordat we daarop ingaan, is de woningnood van vandaag de dag echt helemaal nieuw? Nee. Al in de 19e eeuw, tijdens de industriële revolutie, was er in Nederland sprake van verstedelijking. Veel mensen gingen van het platteland naar de stad toe. En tegelijkertijd bleef de woningbouw achter. En dat leidde tot torenhoge huren om in de stad te wonen. Vanaf halverwege de 19e eeuw ontstonden door heel Nederland verschillende woningbouwverenigingen. En duurde tot de 20e eeuw voordat de overheid zich ermee ging bemoeien door middel van volkshuisvestingswetten. In de woningwet van 1901 stond dat het Rijk de gemeente krediet toekende om huizen te bouwen en bouwterreinen aan te kopen. Maar vanwege de hoge prijzen van bouwmaterialen in de Eerste Wereldoorlog was het probleem nog lang niet opgelost. En ook na de Tweede Wereldoorlog was het woningtekort weer heel hoog opgelopen. Tijdens de oorlog werd er weinig gebouwd, raakte woning onherstelbaar beschadigd. Met de nieuwe generatie babyboomers was het niet ongewoon dat gezinnen noodgedwongen bij familie in moesten trekken. De woningnood is sindsdien altijd blijven bestaan. Kijk bijvoorbeeld naar de jaren 80. Bij de troonvol van prinses Beatrix stond zelfs een groot protest met de leus geen woning, geen kroning. En hoewel er rond de eeuwwisseling veel nieuwe woningen werden gebouwd, waren dit woningen in een hogere prijsklasse. Het aanbod goedkope huurwoningen bleef ver achter. Kortom, het probleem van het woningtekort is niet nieuw. En toch zijn er verschillende oorzaken voor het woningtekort van vandaag de dag. Die oorzaken laat ik je in de volgende video zien.